was gewoon voor 3 mensen. Oké, nu heb ik een stempel, dus nu telt het niet. Ja. De eerste ticket is dan voor 3 personen? Ja. This looks so fucking cool, man. Gewoon zo over het water. Natuurlijk even hun op een film. Doggy. That looks fucking scary as fuck, but awesome. Wat voor rijbewijs zou je daarvoor nodig hebben? Ja, die rijbewijs wel nog een trein. Nee, zie je hem ook wiebelen, ja. Oh my god. Wat is de valse vraag? Waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Ja. Oh, kijk dan, een puntje met zijn vermengde voetje. Die man die mag smouden voor je foto. Nee. Oké, we're currently in Wuppertal, taking the floaty train thingy. I'm not sure who the thing can hear you, but we'll find out. Oh, dat gewiebel. We're here, baby. I'm going to scream. Holy shit. Is het echt fucking raar, man? Yep. Ik hoop dat dit super cool. Dit is wel super efficiënt trouwens. Ik hoop dat ik kan. Dit is echt zo cool. Hier zijn we. 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 Dit voelt zo fucking kiddie. Ja, dat is het wel. Ja, dat is het wel. Dat is het. Ik heb een als uitvoerder genoten, zou je weer zwakken. Ja, dat is ook een lekker. Thank you.
Yeah. Cool. Wobble. Kijk, dit is een houtje. Volgens mij. Ik denk dat dat inderdaad niet is waar wij heen moeten. Zo. Wil je hier blijven staan kijken hoe je rondrijdt? Ja, is goed. Dat rijdt zo. So we're currently in station Oberbarmen. This is the little train we just went in, and they're like, look at them! They're hanging from up there. Check out the door. That's insane. It's like we were started in the middle when Wuppertal Hope Station or main station, and it's about a 15-minute ride till the last station, which is Oberbarmen. And now we're gonna find a way to get back. Yeah, boy. We go that way. Yeah, so we probably need to go down. Yeah, he's making a turn. Yeah, so it's now making a U-turn to go back. That's cool. Okay, deze hebben we dan al gemist. Zie hem ook staan. Like, it's sticking out there. It's still there. It's like, what the fuck? Okay, we're gonna try and make it back to that train. My legs are still hurting, but it's okay. Maybe it'll wait. Ja, ik denk dat ze gewoon best wel snel gewoon elke zoveel tijd. Look, it's following the river, which is the Wooper, I believe this river is called. Yes. So, it's actually really space efficient, this thing. Because it's built over the river. Which is so sick. The microphone. So we So we are three people and we bought this, it's a day ticket. For three people I paid like 13 euros, which is like a really good deal. And it's for buses, it's for this thing, the buses and the train. So you can literally take everything you want for like 13 euros. Oh, we konden daar ook onderdoor. It's also like a little walkway underneath. Like, yeah. So this is so sick, man. Ik denk dat hij wacht op de tot de volgende trein naar binnen komt of zo. Nico zei ook gewoon van. Ja, ga erheen, weet je wel. Ga erheen, super cool. Ga gelijk achter haar staan, dan kunnen we weer proberen achterin te komen.
So this is so cool. Like, look at this station. We're currently just standing here, wooden platform. And there is just the river, the Wupper. It's built going over the river, the entire fucking thing. Like, how sick is that? We're here now. Came from here. So we're going from back. That was like what, 15 minutes? Something like that? Yeah, because in total we've been filming for like 18 minutes, which is like started and then walking down there, going back up here. So that's like 15 minutes. Yes. That's so sick. I'm not going to do that.